Topsporters Elis Lichtlee en Jelle van Gorkum zijn thuis in hun woonplaatsen gehuldigd. Baanwielrenster Lichtlee haalde goud in Rio en BMX'er van Gorkum haalde daar zilver. Eerder vanavond werd in Lichtenvoorde Jelle van Gorkum in het zonnetje gezet. En zojuist in Eerbeek was de huldiging van Elis Lichtlee. In Eerbeek, de woonplaats dus van Elis Lichtlee, staat Annemieke Schakelaar met, als het goed is, naast zich de Olympisch kampioenen. Absoluut, want dat feestje begint hier langzaam op het einde te draaien. Maar de koningin van het bal staat hier gewoon naast mij. Elis Lichtlee, ik draai hem even om zodat we jou goed zien. Je werd net bestormd door allemaal fans. Er is een plein naar je vernoemd. Hoe voelt dat allemaal? Echt heel gek, heel onwerkelijk. Het is zo mooi dat zoveel mensen hierheen komen speciaal voor mij. Ja, het is echt geweldig. Dan zeggen ze altijd, topsporters moeten we een heel groot offer brengen. Dat vind jij wel meevallen? Jij vindt wel meevallen? Ja, ik ben niet echt anders gewend. Ik begon natuurlijk om mijn 7 al met fietsen. En ik ben eigenlijk niet anders gewend. En dan sta je hier met, laat het nog eens zien, met je gouden medaille. Ja. En het plein stond afgeladen vol. Ja, dat was een heel bijzonder moment. Toen ik aan kwam rijden met de auto en het hele plein stond vol, had ik echt niet verwacht. En dan vraag ik jou steeds, wat heeft nou het meeste indruk op je gemaakt? Maar dat is moeilijk kiezen, hè? Het is heel moeilijk kiezen. Er zijn zoveel momenten natuurlijk. Het hele gebeuren in Rio is echt onbeschrijfelijk. En natuurlijk hier en alles de koning. Het is gewoon één mooie droom. En wat ga je nu het eerste doen als je zo hier weg mag uit de uitzending? Nou, naar mijn familie, die staan in de VIP-ruimte en daar ga ik lekker dansen. Ja, jij woont hier op dat plein. Ja, en daar staan ze achter. Ja. Nou ja, de koningin van het feest, dat ze een feestje kunnen bouwen in Eerbeek, hebben ze hier vanavond wel bewezen. Vanaf 6 uur met een rit met een gouden auto en een afgeladen plein is Elis Lichtlee hier echt terecht een hele mooie huldiging gekregen. Goed, Annemieke Schakelaar samen met Elis Lichtlee, dankjewel. Ja, en ik zei het net al, eerder vanavond werd in Lichtenvoorde Jelle van Gorkum gehuldigd. Van Gorkum pakte op de Olympische Spelen zilver op het onderdeel BMX. Kijkt u mee naar een impressie van vanavond. Jelle, welkom. Dankjewel. Hoe voel je je nu? Ja, dit is super. Dit had ik absoluut niet verwacht, maar ja, het is echt heel gaaf. Echt super gaaf. Ja, ik kan me voorstellen dat je bij de koningin en bij Mark Rutte bent, dat er nog maar één hoogtepunt is wat je wilt. De Mark van Lichtenvoorde. Ja, absoluut. Dat zeg je terecht. Dit is hartstikke mooi. Ik ben hier opgegroeid en ik zag heel veel bekende gezichten en dat doet me absoluut heel veel goeds. Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Hoe is het hier? Ja, bizar. Ik bedoel, ik heb Lichtenvoorde nog nooit zo gezien en ja, dat doet me heel veel. Ik bedoel, ik ben natuurlijk nou onderhand op andere plekken ook geweest, maar dit is natuurlijk wel heel bijzonder. Je kent veel mensen en ja, goed, het is hartstikke gaaf. Je woont in Arnhem, maar toch hier een huldiging. Is dat terecht volgens jou? Ja, ik ben hier geboren, of in ieder geval opgegroeid. Ik ben geboren in Doetinchem, maar ik kan me eigenlijk niet meer herinneren dat ik daar heb gewoond. En ja, ik heb hier tot en met mijn 17e, 18e heb ik hier gewoond. En dan heb je gewoon je hele jeugd hier meegemaakt. Al mijn school hier gedaan, al mijn vrienden hier, al mijn familie woont hier. Dus ja, weet je, dat is heel bijzonder. Ja, tot zover de berichtgeving over onze Olympische helden. Op onze site gld.nl vindt u nog veel meer beelden van de huldigingen van beide.